Kut zijn trailer. Die staat hier. Alleen. Dat is niet goed. Even terug naar de main menu. Dat is niet zo heel vreemd. Ah, dan moeten we de game weer opnieuw starten. Wauw. En daarom haat ik games op de Epic Store. Want die of de programmeurs kunnen niet programmeren. Of de hele connectie bij Epic is kut. Ja, de Marshall. In die. In ieder geval van alles doen. Even kijken. Pakken we eerst deze. Trailer, oké. Okay. Kun jij mooi verkennen, watch, wachttorens pakken, upgrades pakken. Vast wat questjes voor je.
Was natuurlijk aanstaan. Zou normaal toch moeten kiezen, nou? Kan ik die niet accepteren? Oké, dit is akkoord. Ik vraag me ook af wat de Epic Games Launch deelt met mijn F-schijf doet. Heb ik geen force feedback meer? Dit. Go op. Kun je eens kijken of jij die aan kunt zetten, die farming tools alt? Stuur helemaal naar rechts staan, maar hij stuurt niet. Hij staat nou ook op toetsbord.
Ja, maar ik kon de missie niet aanzetten. Ik ben hem even om en draaien en dan kom ik als goed weer bij dat vierkant terecht. Of ik kan geen main missies in jouw game doen. Nou, dat deed het wel. Dus de host moet de missie aanzetten, dat is het enige. Als het zo'n main missie is. Het is gelukt. Ik wel. Kijk ervoor wat. Deze dingen. Metal en concrete. Klopt. Oh ja. Dat kan ik pas wel eens even proberen. Dat kan. Ja, dat was hier niet eerst. Eens kijken of wat doet je daar nog staat. Weer fossie bij. Dit autootje. Is al gedaan of hij zat verder door.
Oké. Ik denk even checken, anders trekt hij er even uit voor je. King of the Hill, die heb ik ook nog niet gedaan, dus vind ik goed als je die doet. Waarschijnlijk de King of the Hill weer even. Kan ik die aanzetten? Even checken voor je. Zo, alsjeblieft. Dit keer niet. Mij dat de vorige keer toch ook zo uitgekregen.
Dadelijk in ieder geval niet door dat bos heen. Money in the pocket. Ja, bijna. Nog een vrachtwagentje gevonden. Oh. Stuurde jij ineens naar rechts toe? Ik moet hem alleen naar de farm brengen. Op. Ja, daar wist ik dat het daar stond. Weet ik dat er hier ook eentje staat, maar... Geen India's om die terug te krijgen. Oh, je bent snel geweest. Kijk maar of jij voor de zekerheid die main missies kunt doen. Die contracts. Aangezien jij die moet starten. Ik kan wel die tasks doen. Ben ik achtergekomen. Als je dan ergens iets moet hebben. Ja, maak die maar sowieso even af. En dat bijvoorbeeld als we naar die mountain bridge kijken. Concrete blocks en metal planks. Dan kan eentje metal halen, aan de andere kant concrete halen. Ik zal die wooden bridges even gaan fixen. Kunnen we daarna ook makkelijk hier naar die mountain bridge toe. Nodig voor die fallen powerline. Metal en ook concreet. Okay. Ja, exact. Het gaat maar gewoon lekker verder. Even kijken voor die wooden bridge.
hier ligt metaal. Oké, dat is goed om te weten dat daar een triller met metaal staat. Dan kunnen we een van die bruggen, of die van een powerline fixen zonder dat we naar de andere kant hoeven. Of alleen met een concrete te laden, koppel je die trailer aan, kun je het in een keer bezorgen. Staal mee terug. Laat ik dadelijk ook meteen staal nadat ik dat hout gebracht heb. Ik moet alleen even kijken naar welke van de twee ik dat toe ga brengen. Ik denk dat het makkelijkste is als ik dat naar die mountain bridge doe. Die we hier via de verharde weg kunnen komen. Makkelijker met die trailer erachter. Wacht, ik heb dubbel middel. Oké, van de berg afvallen is niet zo best voor de auto. Oh. Omvallen over het algemeen is niet heel goed. Daar ben ik de vorige keer achter gekomen al toen ik die trekker terug naar de farm aan het brengen was. Die in het spom vast zit. Dadelijk volgens mij weer een upgrade tegen.
was volgens mij voor onze buggy, om zo maar te zeggen. Toen dat een buggy, dat chipje. Totdat we een echte buggy hebben, is dat onze buggy. Zie hier dat die upgrade er staat, alleen ik kan hem maar niet pakken. Nee, omdat ik hem al heb. Goed is, zie je hem dan op de map. Natuurlijk, het was al een bomstronk. Zo. Goed vast, ga maar. Druk op vast. Ja, hierop. Omvallen. Daar zit ik schijnbaar op vast met mijn verhoogde dingen en zo. Onzin. Deze game af en toe. Geen idee waar ik op vast zit. Als we windspoelen en gas geven, komen we niet weg. Dat zal wel lukken, denk ik. Ah. Een beetje.
ik ook nog niet. Verder achteruit gaat niet lukken natuurlijk. Daar heb ik natuurlijk net op vastgezeten. Bovenop die boomstronk. Voor de brug. Oh wacht, ik moet wel eerst in dat vak staan. Alsjeblieft. Eenmaal een houten brug. 1300 van houten brug te bouwen. Even kijken, we hadden bij de garage stond ijzer. Kunnen we dan eventueel hier voor die powerline gebruiken? Allemaal zo goed als weg. Wat heeft die broodblok nodig? Service parts, KP. Oké, daar kan ik niet aan helpen. En hier, van hier langs. Aan die mountain bridge. Kan ik in ieder geval vast die metal vanaf hier toebrengen. Ja, dan moet je echt. Het beste is zeker met dat chipje gewoon een low gear zetten. Kun jij kijken of jij eventueel vanaf de fabriek die dingen naar die mountain bus kunt brengen? Of naar de roadblock? Kijk ik vast voor staal daar toe te brengen. Die Fallen Powerline kun je doen. Dan moet je gewoon even die spullen laden bij die fabriek. Terug ga je naar de garage. Daar die aanhanger met ijzer aankoppelen. En dan een stuk door naar die
vol een powerline rijden. Dan heb je meteen alles bij. Daarna de aanhanger terug naar de garage. Staat, bij jouw garage staat namelijk een aanhanger met één ijzer. Ik zou eerst die spullen ophalen bij de fabriek zonder aanhanger en daarna kom je toch wel langs de garage. Dan even die aanhanger ophalen, dan zet je in ieder geval niet dat je die aanhanger erachter hebt zitten. Met eventueel de problemen van dien. Kijk, wat zat erop? Dat heb ik ook gebruikt gehad in een singleplayer. Maar even kijken voor die powerline wat je daarvan nodig had. Wij waren dat service dingen? Concrete. 2 stuks. Hier bij het warehouse moet je die ophalen trouwens. Dan haal je daar 2 concrete op. Ga je terug naar de garage en pak je deze trailer op. En dan ga je in 1 stuk door hier langs zo op helemaal naar die powerline. Dan heb je eigenlijk bijna alleen maar asfalt terwijl je die kar erachter hebt hangen. Waar heb ik dat toen gedaan? Kijk, hier liggen bricks op. En we hebben sparts. Oh, wacht. Service parts. Daarvoor heb ik die gebruikt. Ja, tja. Nou weet ik het. Dat gaan we meteen nog een keer doen. Dan ondertussen die powerline even doen. Dan kunnen we daarna samen eventueel naar de brug. Op de grond. Kijk, kan ik daar met de kraan bij? Gaan we die meteen op. Oh wacht, dan moet ik natuurlijk eerst manual dingen aanzetten. Cargo management. B, S, I. Nou, als het goed is dan hem ophalen.
wel. Hij staat hierin. Impact pakken. Goed kappen? Nee. Niet goed in, zo te zien. Well then. Impact cargo. Hoeft dat niet bij deze spullen. Nou, we zullen het zien. Rocksluit start daar, kan ik die starten? Nee, dat is even langs. Die drainage, dat is ook wel een leuk kwestje. Straks met buggy te doen.
kijk daar kan op de terugweg naar. Nou niet bij zo te zien. Al die tasks hebben, door die altijd op later tijdstip starten. Dat is even wegen een beetje fixen, dan kun je overal wat makkelijker rondkomen. Oh, dat was die trailer. Heel erg even afkoppelen, in ieder geval even denken. Zo. We doen de task al. Nee, nog niet. Ik
Zo, we weer getankt. Even kijken, heb ik al open? Nee, nog niet. Dan ga ik die even kijken of ik het kan doen. En ben je geladen? Heb je die service parts erop zet of niet? Oh, aan de garage. Anders was ik jouw kant op gekomen om te kijken of ik jou los kreeg.